EDI te gebruiken heb je systemen nodig die data aanleveren of ontvangen. Denk hierbij aan ERP-systemen of WMS-systemen. Daarnaast heb je een GLN nodig. Dat staat voor Global Location Number en is een vereiste om transacties van zender naar ontvanger te krijgen. Hiermee wordt de locatie van beide bepaald. Daarnaast maakt EDI gebruik van GTINs. Dat is een Global Trade Item Number waaraan het product gekoppeld wordt. Uiteraard heb je een EDI-provider nodig met de kennis in huis die je helpt bij de implementatie en het onderhoud.